De agrarische sector van Suriname wordt steeds meer ontwikkeld, vooral met de ondersteuning van trainingen vanuit het SAMA-programma. Met deze woorden vond vanmorgen de officiële lancering plaats van het SAMA-project Capacity Building Training Program for Farmers and Processors voor begunstigden van SAMAP en voorlichtings- en informatieofficieren van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Regionale Ontwikkeling en Sport. Dit project is een cruciale vooruitgang voor het versterken van de agrarische sector in Suriname. Voorzitter Lucien Boorne van de waardeketenplatform Cassave, fruit- en groentenexport en niet-houtbosproducten zegt dat deze trainingen voortvloeien uit de strategische doelen voor het ontwikkelen van de sector. Ik doe een beroep op u als participanten om in elk geval gericht deze trainingen te volgen. Vaak genoeg in onze overwegingen om meetings, bijeenkomsten te houden met onze members, boeren, verwerkers, supporters, ministeriële vertegenwoordigers, zitten we met die effectiviteit in die productie en dat is meestal 's morgens. Minister Pralaat Seudin van LVV zegt dat met de nodige ondersteuning van de regering en de onderlinge samenwerking van de boeren de gestelde doelen makkelijker gehaald kunnen worden. Dit programma beoogt dan ook om de deelnemers de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen om hun productieprocessen te optimaliseren en zo bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname. Dankzij jullie eenheidsvorming, die coöperaties, hebben jullie 4 miljoen subsidie gehad van de overheid voor de aanbetaling. Dankzij de coöperaties heeft de regering een goede deur een bedrag van 6 miljoen US dollar te financieren uit IDB-middelen om een verwerkingsunit voor te leveren om uit die katibo te komen van die opkopers. En zo gaan wij door met de projecten, met de coöperaties, om uiteindelijk te kijken of we het wel kunnen waarmaken dat de kostprijs met 40% omlaag gaat. Seudin besloot met een oproep aan de voorzitters van de verschillende platformen in de sector om de komende weken gesprek te hebben en te kijken naar verdere ontwikkelingsmogelijkheden.